Dus nou ja, die verdachten die hebben dus helemaal uitgeplozen. Echt alles wat we konden vinden, dat hebben we dus wel gedeeld. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En in deze aflevering duiken we in de wereld van het RTIC, het Real-Time Intelligence Center. En om daar meer over te vertellen is de gast Rick. Welkom. Nou, dankjewel. Tof dat jij er bent. Er zijn een hele hoop mensen, zowel mensen van de politie, maar ook zeker mensen buiten de politie, die hiernaar gaan luisteren of kijken en zoiets hebben van wat doen jullie nou precies? Kan jij om te beginnen eens vertellen wie jij bent? Nou ja, ik ben dus Rick en ik werk nu bij het RTIC. Ben in 2016 begonnen met de politieopleiding. Tijdje op straat ook gewerkt en bij de opsporing. En nu sinds 2 jaar werkzaam bij het RTIC. En wat doen jullie bij het RTIC? We doen eigenlijk uit heel veel systemen doen we informatie halen. En het doel eigenlijk is om collega's op straat een zo volledig mogelijk beeld te geven van wat ze aan kunnen treffen. Dus jullie zijn onderdeel van de meldkamer, klopt dat? Ja, we zitten wel samen met het operationeel centrum op de meldkamer. Daar heeft Mark een tijdje geleden hier ook nog iets over verteld in de podcast. Maar we zijn wel echt 2 gescheiden processen. Dus je hebt het operationeel centrum en je hebt het Real-Time Intelligence Center. En dat valt dan weer onder het trio wat dan weer de informatietak van de politie is. Dus we zijn weliswaar van een hele andere tak van de politie. Maar we werken wel heel nauw samen met de collega's van het operationeel centrum. Dus eigenlijk zijn jullie er om informatie te geven. Ja, klopt dat? Klopt, ja. Ja. Kan je eens kort uitleggen hoe dat dan precies werkt? Stel je voor, er is een koppel in de noodhulp en die krijgen van de meldkamer de melding huiselijk geweld. En dan? Ja, dus de melding die komt bij de intake van het operationeel centrum komt die binnen. We zien de melding in het GMS, het gemeenschappelijke meldkamersysteem, zien we binnenkomen. En wij gaan eens kijken van oké, wat staat er in de melding? Hebben we informatie over een adres waar we kunnen kijken bijvoorbeeld wie er ingeschreven staat? Of heeft iemand misschien wel antecedenten? Is iemand een keer eerder gecontroleerd met een wapen of iets dergelijks? Die informatie die we vinden uit systemen, die zetten wij ook in dat GMS. En de meldkamer zelf die leest ook die melding en die informatie ook mee. En die geeft ook die informatie vervolgens weer door naar de collega's op straat. Dus in het kader van huiselijk geweld bijvoorbeeld, dan kijken we van, is het vaker gebeurd? Heeft iemand misschien een auto op naam waar iemand in weg kan rijden, zodat we die in andere volgsystemen kunnen zetten waar collega's daarna weer op kunnen acteren? Dus ja, je kan een heel breed scala aan informatie kan je bij een melding naar boven toveren. En hebben jullie dan ook zelf contact met de collega's op straat? De eerste lijn gaat wel via het operationeel centrum zelf. Dus de collega's van de uitgifte die hebben het eerste contact via de portofoon. En wij bellen zelf af en toe ook wel eens in om wat informatie nader geduid te krijgen. Om niet de collega's van het operationeel centrum verder te belasten. En zodat we even die korte lijn met de collega's op straat hebben. Ja, tof. We gaan in deze podcast duiken in de wereld van het RTIC. Maar voordat we dat gaan doen, willen we wat meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Nou, het mooiste vind ik, je zit echt wel volle bak in de operatie. Dus je krijgt eigenlijk alle reuring en alle hectiek van de meldkamer, die krijg je mee. Je bent heel erg actief betrokken ook bij het operationele proces. Dus je kan ook met de informatie die je vindt, kan je ook echt wel een doorslaggevend verschil maken in een melding. En dat maakt het wel echt heel tof. En wat is het mooiste moment van jouw dag? Nou ja, als je net even die ene puzzel opgelost kan hebben. Als je net even die doorslaggevende informatie kan geven. Bijvoorbeeld, schiet me een melding te binnen van een huiselijk geweldmelding. Of een melding waarbij je waar collega's ter plaatse gaan. En we vinden in die systemen dat er vaak wel eens een honkbalknuppel achter de voordeur is aangetroffen. Die informatie die geven we vervolgens door naar de collega's op straat. En daadwerkelijk wordt achter die deur een honkbalknuppel aangetroffen. Nou ja, dat zijn wel even mooie momenten dat je echt wel een bijdrage hebt kunnen leveren aan de veiligheid voor collega's op straat. Ja. Jij werkt voor de eenheid Rotterdam. Wat is de mooiste plek in onze eenheid? Ja, dit is een beetje een inkoppertje. Nee, we zitten op 21ste verdieping op de meldkamer. En ja, dat als je de uitzicht daar ziet, dat is echt wel prachtig iedere keer weer. Dan gaan we later in deze podcast ook nog even een kijkje nemen. Dus dat is leuk. Kun je er echt misschien ook gelijk wat over vertellen, over dat mooie uitzicht? Hey, als jij niet bij de politie zou werken, wat voor werk zou je dan doen? Vroeger was ik wel geïnteresseerd in het machinisten gebeuren. En treinen hebben me altijd wel gefascineerd. Dus dan had ik het misschien in die hoek wel gezocht. Hoe drink jij je koffie? Gids zwart, nummertje 7 uit de automaat. Kijk. Als jij tot slot 1 ding zou mogen veranderen aan je baan, wat zou dat dan zijn? Ja, nou ja, heel eerlijk gezegd niet heel veel. Ik ben tevreden met wat ik heb en het is een prachtige job om uit te oefenen.
Nou ja, ik zie altijd wel mooie uitdaging in het verbeteren van de processen in de samenwerking, bijvoorbeeld tussen de verschillende disciplines die op de meldkamer zitten. Dus nou ja, daar zie ik wel heel veel mooie kansen om verder nog verder in te ontwikkelen en de samenwerking te verbeteren. Verdachte feitjes. Dit verdachte feitje gaat over tappen. En dan bedoel ik niet het tappen van biertjes in de kroeg, maar het tappen zoals we dat bij de politie kennen. Je kent het vast wel uit je favoriete misdaadserie. De boef die daarin, waarop gejaagd wordt in die serie, die wordt getapt door de politie. En daarmee bedoelen we dat die wordt afgeluisterd door ons. Dus bijvoorbeeld zijn telefoongesprekken. Dat tappen, dat gebeurt bij ons in het echt dus ook. Alleen mogen we dat natuurlijk niet zomaar doen. We gaan dat tappen doen om meer inzicht te krijgen in het leven van die crimineel. Dus wie is het? Met wie gaat hij om? Wat vertelt hij dan? Dat tappen mogen wij echt alleen doen met toestemming van de rechtercommissaris. Daarnaast moet er sprake zijn van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Kunnen wij natuurlijk niet eindeloos tappen. Dus er moet echt een bepaalde periode voor worden afgesproken. En daarnaast moet er bij het misdrijf sprake zijn van minimaal een gevangenisstraf van 4 jaar. Nu weet je waarom en wanneer wij een tap mogen aansluiten op een verdachte. En dat tappen dus echt wel wat anders is dan dat tappen van het biertje in de kroeg. Ik zie je weer bij het volgende verdachte feitje. Tot dan. Kun je wat vertellen over het ontstaan van het RTIC? En waarom noemen we het eigenlijk RTIC en niet het... weet ik veel, in het Nederlands. Ja, andere naam. Waarom is het Engels? Ja, dat is goed. Ja, nee, alles gaat tegenwoordig in het Engels. Nee, het ETC is in 2009 is er een delegatie van de politie is naar New York gegaan. Want we hadden zo'n soort infodesk. En daar zagen ze eigenlijk ook dat het informatie verzamelen op een meldkamer ook wel aansloeg. En toen hebben ze in 2012 dat ook geprobeerd op de meldkamer te implementeren. En zijn ze er ook wel snel achter gekomen van dat ook echt wel een toegevoegde waarde ook is in het proces. Dus eigenlijk sinds 2012 is het RTIC voornamelijk ook in Rotterdam is begonnen. Daar zijn we ook wel een beetje trots op natuurlijk. Vanuit de oude R staat voor Rotterdam. Ja, dat zou eigenlijk moeten zijn. Ja. Ja. Dus vanaf 2012 gaan rollen het hele proces. En kijk waar we nu staan. We hebben best wel een mooie informatiepositie ondertussen al verworven. En proberen eigenlijk ook steeds meer bekendheid aan te geven. Dat mensen ze ook makkelijk weten te vinden. Ja. Nou... Vraag ik me dan ook meteen af. We hebben het net een beetje over het ontstaan van het RTIC. Maar waar gaat het naartoe? Want we zitten natuurlijk in een tijd waarin de techniek ontzettend voor ons kan werken. En artificial intelligence bijvoorbeeld heeft altijd een beetje nu nog zo'n heel schimmig ding. Maar op het moment dat jij jouw systemen ook nog meer voor je kan laten werken, zodat ze zelf al kunnen prioriteren wat belangrijk is bijvoorbeeld. Kan je daar wat over vertellen? Zijn er ontwikkelingen gaande? Niet zover. Ik weet, het is continu in ontwikkeling. Dat is één ding wat zeker is. Maar het is en blijft wel mensenwerk. Een computer kan je wel heel veel zoekwerk laten doen. Maar uiteindelijk is het ook net even ook het interpreteren van de informatie die ergens in staat. En dat is voor een computer denk ik wat lastiger om te doen. Ja. En heb je daar gewoon echt mensen voor nodig. Dus ik denk dat het wel echt mensenwerk blijft. Ja, precies. Maar goed, bepaalde zoekvragen en zo, dat is natuurlijk allemaal wel... Dat gaat nu ook veel beter dan vroeger. Ja. Hè? Bijvoorbeeld ook het verwerken van bijnamen of zoiets dergelijks. Ja, zeker waar. Ja, interessant. Hey Rick, je zei net al, jullie werken samen met de meldkamer. Jullie zitten ook bij de meldkamer. Kan je wat meer vertellen over hoe het RTIC is ingericht? Hoeveel mensen werken er ongeveer? En jij bent executief bijvoorbeeld, hoe zit dat? Ja, dat klopt. We werken met een team van 30 à 35 personen bij het RTIC. Het is een afdeling die ook 24-7 ook gewoon operationeel is en doordraait. Ja, de meldingen blijven ook 24-7 binnenkomen. En die informatie is ook 24-7 ook nodig. Dus we zitten ook echt fysiek op de meldkamer, vlakbij de collega's van het operationeel centrum. En die korte lijntjes zijn ook wel heel erg lekker, dat je ook snel even de informatie uit kan wisselen en zo even langs kunt lopen bij ze. En wat voor mensen werken er? Ja, het is eigenlijk een heel divers team. De ene komt uit het bedrijfsleven en de ander werkt al een tijdje bij de politie. En het is een heel divers team en dat maakt het ook wel weer leuk. Want je hebt heel veel, de een heeft weer een andere visie op een melding van een collega die niet executief is of van buiten de organisatie komt. En je hebt je collega's met blauwe achtergrond die wel weer een beetje weten hoe een melding eruit kan zien en wat voor informatie erin kunnen geven. Wat ik altijd lastig vind op het moment dat je zeg maar op afstand werkt van het echte proces, en ik herken dat omdat ik inmiddels bij communicatie werk, is dan soms dan hoor je van die meldingen en dan sta je daar heel dichtbij, maar je bent er niet echt van. Je staat niet echt te vechten zelf. Ja. Vind je dat wel eens lastig?
Nou, ja, soms kriebelt het wel. Maar ja, het is met de informatie wat ik zeg, die je op kan zoeken. En heb je wel echt het idee dat je ook wel echt bij kan dragen aan bijvoorbeeld de aanhouding van een verdachte. Of het is op een heel andere manier, maar je kan er wel echt actief bij betrokken zijn. En dat maakt het wel echt leuk. Is het ook moeilijk? Nou ja, het is wel, naarmate je dat vaak doet, word je vaardiger in je werk. En het is een kwestie van veel doen en een beetje weten waar je de informatie kan vinden. Welke puzzels en linken en relaties je kan leggen in al die systemen waar je in zoekt. En op het moment dat je dat een beetje onder de knie hebt, dan is het ja, super leuk om te doen. En kan je echt wel leuke informatie geven ook naar de collega's op straat. Ja. Het is een soort van rechercheren eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en wat voor skills moet je hebben om een goede medewerker van het RTC te zijn? Nou, je moet wel goed tegen het rumoer van de meldkamer kunnen. Je moet je voorstellen dat er heel veel portofoons op tafel staan. We luisteren het portofoonverkeer ook op mee. En ondertussen wordt er links een 1-2 telefoontje opgenomen. Dus er is heel veel reuring. Tegelijkertijd ben je ook aan het zoeken in heel veel verschillende systemen. Dus nou ja, je moet daar ook wel een beetje stressbestendig voor zijn. En goed hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Dus dat vooral. Ja, ik kan me voorstellen. Jouw vraag. Hey, wij hebben via Instagram de vraag gesteld of mensen vragen voor jou hebben. En daar hebben we natuurlijk ook weer reacties op gekregen. Een aantal heb je natuurlijk al over gehad. Maar waar ook wel heel erg veel interesse in is het werken bij het RTIC. Zit er bijvoorbeeld een opleiding aan vast? En hoe ziet het selectieproces eruit? Ja, de opleidingstraject kan wel enige tijd duren. Er zit altijd wel eerst een vooronderzoek aan vast om te kijken of je ook wel geschikt bent om de functie te doen. Het is, je werkt best wel met gevoelige informatie, dus er gaat wel een flinke screening aan vooraf. Op het moment dat je dan die screening doorheen bent, dan ga je nog een opleidingstraject in. Eerst om je bepaalde bevoegdheden te halen, om het werk te mogen doen. En vervolgens word je nog specifiek opgeleid ook echt om de functie. En dan dan heb je een echte RTIC-opleiding zelf die echt specifiek gericht is op het RTIC. En als je die hebt afgerond, dan kan je bij het ETC komen werken. En jullie halen mensen van binnen de politieorganisatie en van buiten halen jullie naar het RTC, toch? Ja, klopt. Ja, van alle kanten komen ze. Ja. En nou kan ik me heel goed voorstellen dat mensen hier naar luisteren die niet bij de politie werken, die dan zoiets hebben van, oh, maar loop ik dan niet ontzettend achter ten opzichte van de collega's die bijvoorbeeld van een politieteam of de uniformdienst komen? Ja, nou ja, iedere achtergrond brengt ook weer zijn eigen nieuwe ervaring mee. En natuurlijk is het makkelijk als je collega's hebt zitten die weten hoe de organisatie in elkaar zit. Maar ook juist die verschillende achtergronden maakt het ook wel divers. En heb je ook weer een andere kijk op een melding bijvoorbeeld. Dus ja, van alle kanten zijn ze welkom. Ja. Kan je wat meer vertellen over, want je hebt het over de systemen. Kan je even wat meer vertellen over wat voor systemen en registers je raadpleegt? Voor zover je daar wat over kan en mag zeggen. Ja, dat is wel inderdaad een dingetje. Nee, maar waar we veel mee werken, dat zijn de basispolitiesystemen. Dus om te kijken of iemand strafbare feiten op naam heeft, of iemand antecedenten heeft. Maar ook het RDW bijvoorbeeld, van heeft iemand een auto op naam. En we hebben ook bijvoorbeeld hele handige queries lopen. Als iemand een hele waslijst heeft aan antecedenten en registraties, dan is de eerste informatie die we willen weten voor de collega's die aan Rijnes zijn naam melden, van heeft iemand een keer een wapen, is die daarmee een keer gecontroleerd? Of met verward gedrag. Dus hebben we bepaalde queries lopen waar we snel even die informatie met die registratie ook naar boven kunnen poppen als het ware. En we die informatie ook snel beschikbaar hebben. Ja. Maar je moet je voorstellen dat we een systeem of 30 à 35 tot onze beschikking hebben om al die informatie uit te halen. En maken jullie dan ook wel eens gebruik van open bronnen? Zoals het normale internet waar eigenlijk iedereen op kan? Want ja. Ik denk als je mijn naam googelt, dan vind je van alles en nog wat, weet je wel? Ja. Nee, Google is ook onze grote vriend en daar kan je ontzettend veel informatie ook vanaf halen. Maar ook bijvoorbeeld social media kunnen we altijd kijken bij bijvoorbeeld mensen die vermist zijn. Heeft iemand een foto ergens op zijn profiel staan waar we nog iets mee kunnen? Worden de dingen opgepost op de social media pagina. Dus ja, we maken ook zeker gebruik van de open bronnen. Ja. Ja. Eens even kijken hoor. Vacatures gaan we het dan nu niet over hebben. We hebben ook een vraag binnengekregen over de verschillen tussen de verschillen. Want er zijn natuurlijk allemaal verschillende teams die ongeveer voor hetzelfde aan hetzelfde doel werken. Je hebt de meldkamer, dan heb je het RTIC en je hebt ook nog het RSC, het Regionaal Service Centrum. Kan je daar wat over vertellen hoe jullie samenwerken of hoe jullie ook echt verschillende taken hebben? Ja, je hebt de collega's van het Regionaal Service Centrum die nemen vooral de 0900 8844 meldingen aan. Dat zijn vaak de wat minder geprioriteerde meldingen. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld een spoedmelding wel binnenkrijgen. Die zetten ze dan vanuit de RSC zetten ze die door naar de meldkamer. En die melding die popt dan ook weer bij ons op in het GMS.
Dus ja, het werkt in, wat je zegt, het werkt allemaal wel met elkaar. Alleen iedereen heeft dan inderdaad net een ander soort functie en rol in het proces. En het RSC, ja, daar zien we ook vaak meldingen van in het systeem voorbij komen van een geluidsoverlast, van een gestolen scooter die is aangetroffen. En wij kunnen daar bijvoorbeeld ook kijken van oké, voor wie is die scooter? Moeten we mensen in contact brengen dat er een scooter is gevonden? Dus we werken op die manier zeker samen met het RSC. Ja. Wij komen als politie natuurlijk te plaatsen bij allerlei heftige incidenten. Het gaat ook heel vaak over de heftige kanten van het politiewerk. Maar daar zijn jullie natuurlijk ook net zo goed bij betrokken. Hoe ervaar je dat? Maak je wel eens ingrijpende gebeurtenissen mee zelf? Ja, ja, je krijgt alles vanuit de hele eenheid krijg je voorbij. En er zitten, zeker zitten daar ingrijpende dingen in. Het is voordeel, tussen haakjes voordeel, is wel je zit op iets meer afstand. Dus je krijgt, je zit wel volle bak in die melding, maar je staat niet zelf met je neus op straat vooraan. Maar ja, er zijn zat meldingen die ingrijpend zijn die binnenkomen. Denk aan een reanimatie van een baby of een schietpartij waarbij een hoop gedoe is en waar een hoop informatie en stress bij komt kijken om de zaak zo snel mogelijk op te willen lossen. Ja. Ja. Heb je dan ook wel eens gehad dat je dan achteraf dacht van, oh, ik heb iets gemist of ik had dit eerder willen meegeven aan de collega's? Ik bedoel, je bent maar een mens, je kan natuurlijk niet alles... Je kan nooit overal op tijd bij zijn. Nee, zeker waar. Nou ja, natuurlijk heb je wel eens dat je een persoon of een link eerder had willen leggen. Dat je de informatie in systemen een dingetje over het hoofd ziet. Want ja, je werkt in zoveel verschillende processen en systemen. Maar ja, wat je zegt, dat gebeurt. Het foutje is menselijk. Maar ja, we proberen altijd wel eerst de hoofdlijnen eruit te halen. En dat zo snel mogelijk op straat te krijgen, die informatie. Ja. Ik hoor ook wel eens collega's zeggen die vertellen dan van ja, eigenlijk is de noodhulp gevaarlijker dan bijvoorbeeld het werk van het arrestatieteam op momenten. Omdat bij de noodhulp stap je vaak een situatie in waarvan je heel weinig informatie hebt en je hebt geen idee hoe het, weet je wat, begint als een geluidsoverlast en het eindigt gewoon met de vechtpartij van je leven. Ja. Ik kan me voorstellen dat voor jullie natuurlijk dan ook wel eens lastig is. Van ja, niets uit de systemen blijkt dat dit zo'n heftige situatie is, totdat het wel zo is. Ja. Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld heb ik een keer een melding van een geluidsoverlast gehad. Er was een beetje rommelen, verheffen, stemgeluiden bij de bovenburen. Nou, dan gaan we vervolgens kijken op het adres van oké, met wie hebben we te maken. En bleek dat de man des huizes zijn vrouw al een keer geslagen had. En dat er best wel meer spoed eigenlijk op de melding zat als de geluidsoverlast die binnenkwam. Dus vervolgens wordt die melding ook opgeplust en er wordt een prio 1 van gemaakt. En die man wordt aangehouden. Dus het is inderdaad nooit iets wat het lijkt. En dan zie je ook maar weer dat je echt wel een leuke bijdrage kan leveren als informatieregisseur. Om zoveel mogelijk om die melding te interpreteren en de collega's met wat meer spoed naar plaatsen te laten. Ja. En hebben jullie dan ook echt ook invloed op de manier waarop er mee om wordt gegaan? Bijvoorbeeld op het moment dat jij in jouw systemen echt ziet van ja, de meldkamer stuurt nu 1 auto, maar volgens mij moeten we er met 3 auto's naartoe, bijvoorbeeld. Of stuur een hondengeleider mee in verband met een agressieve hond, of whatever, ik verzin maar even. Nee, de regie ligt wel vaak echt bij de meldkamer zelf. Natuurlijk loop je dan even langs van, joh, weet je dat er op dit adres dit en dit speelt. En misschien is het handig om. Dus uiteindelijk ligt de regie wel bij de meldkamer, maar die doet ook zeker wat met de informatie die ze vanuit ons binnenkrijgen. En daar worden meldingen ook wel op aangepast in de prioriteit die eraan gegeven wordt. Ja. Hoe gaat zo'n werkdag eraan toe? Kan je ons daarin eens meenemen? Want hoe ik het nu voor me zie, ondanks dat ik weet hoe jullie erbij zitten, maar is dat jullie vooral echt heel erg in de computers duiken, heel erg veel aan het communiceren zijn met elkaar. Maar heb je ook wel eens dan gewoon pauze? Hebben jullie een briefing? Is het soms ook gewoon lol maken met elkaar? Hoe zit dat? Hoe zit dat nou echt? Ja, nou, we beginnen de ochtenddienst of de dienst met een briefing. Dus er worden de bijzonderheden meegenomen van de lopende dienst. Wat zijn de dingen die we kunnen verwachten? En het aanbod is ook van de mensen die 112 bellen. Dus op het moment als mensen geen 112 bellen, is het rustig. En dan kunnen we even een bak koffie doen en even lekker bijpraten. Maar er zijn ook momenten dat het een overloop van de meldingen. En dan ben je gewoon echt, dan is het topsport. En dan ben je volle bak bezig met die informatie verzamelen en het zorgen dat het op straat terechtkomt. Ja. En als je dan keuzes moet maken tussen verschillende meldingen ook bijvoorbeeld.
Nou ja, soms dan heb je een melding van iets waar... als je wat meer tijd hebt, dan zou je er nog wat dieper in duiken. Maar dan komt er iets anders weer voorbij met een hogere prio. Dus dan moet je die eerste melding misschien wat meer laten gaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou ja, er zijn in een jaar gezien, vorig jaar bijvoorbeeld... zijn er 700.000 meldingen binnengekomen die allemaal even ingelezen moeten worden. Die allemaal bekeken moeten worden. Zo. Dus dat is flink wat. En dan wordt er op een gegeven moment, als het echt druk is... wel een schifting gemaakt in prioriteit. Dus dan heeft een geluidsoverlast bijvoorbeeld... heeft dan iets minder prioriteit als iemand die neergestoken wordt bijvoorbeeld. Want daar gaat dan net even wat meer spoed achter zitten. Ja. Ja, en dan betekent het wel dat sommige meldingen ook niet worden voorzien van informatie of op een later tijdstip. Ja, RTC komt zo bij je terug. Precies. Ja, ja, top. Kan je wat meer vertellen, want er zijn ook vragen over binnengekomen, over hoe dat nou werkt tussen executief, wapendragen, niet-executief. Je zei net al, we werken in wisselende samenstelling, maar hoe zit dat precies? Nou, je hebt collega's die vanuit straat zijn doorgestroomd of gesolliciteerd hebben bij het RTC en die ook de executieve status ook meenemen. Die blijven ook executief op de meldkamer, dus bij het RTC ook. En er zijn ook collega's die dus niet executief zijn, die de opleiding hebben gedaan. En je wordt dan echt specifiek opgeleid voor het RTC. En daar zitten bijvoorbeeld niet de schiettoetsen bij. Of de, nou ja, dat is een verkorte opleiding. Dus zo ziet dat er een beetje uit. Ja, het is heel verschillend qua samenstelling dan. En waarom zou je executief blijven? Nou ja, het is altijd wel lekker om jezelf vaardig en kundig te houden. Ook gewoon in de IBT-trainingen die je volgt. En je houdt altijd de opties open om later ook een executieve functie ook nog eventueel te gaan bekleden. Ja, precies. Stromen er ook veel collega's van jullie weer door naar de uniformdienst, naar het blauw? Ja, gebeurt ook. Bij heel veel collega's gaat het ook wel, heel veel. Er zijn collega's die het ook wel bij gaat kriebelen om, dan zien ze de melding in het systeem. En die willen toch wel even snuffelen aan het buitenwerk. Dus het is ook wel een mooie opstap om ook weer verder te gaan. Maar we willen het liefst natuurlijk lekker bij de ETC houden, want we hebben ze hard genoeg nodig. Ja, precies. Tot slot, wat voor meldingen vind jij nou... Ja, leuk is natuurlijk nooit een goed woord, maar van wat voor meldingen gaat jouw politiehart het meest... Hoe zeg je dat? Branden? Jeuken? Kriebelen? Ja. Wat is het woord? Waar word je het meest enthousiast van? Dat zijn bijvoorbeeld de even wat ingewikkeldere zoekvragen. Bijvoorbeeld een meisje waarvan alleen een voornaam bekend is en dat ze het leven niet meer ziet zitten. En als je dan een puzzel compleet kan maken dat je een locatie van aantreffen naar boven kan toveren en dat ze daar daadwerkelijk aangetroffen wordt. Ja, dat zijn wel dingen waar je echt verschil kan maken en dat vind ik wel echt tof om te doen. Ja, cool. Werken jullie dan ook wel eens samen met andere meldkamers bijvoorbeeld? Ja, we hebben regelmatig contact met heel veel verschillende disciplines ook wel. Denk aan een koninklijke marechaussee of een landelijke eenheid. En ook met de brandweer en ambulance waar we mee op de meldkamer zitten. Dus het is ook wel een samenspel tussen ook de verschillende disciplines waar je... Nou, je moet uiteindelijk met elkaar doen en breng het met z'n allen tot een goed eindresultaat te brengen. Dus we schakelen ook regelmatig tussen verschillende disciplines en mensen die ook vaardig zijn in andere processen. Ja. Het dossier. Cool. Zou jij ons eens kunnen meenemen in een zaak die indruk op jou heeft gemaakt? Ja, we hebben een tijd geleden een keer een schietpartij gehad. Waarbij op een gegeven moment wel de naam van de verdachte bekend werd. Die verdachte die hebben we dus helemaal uitgeplozen. Echt alles wat we konden vinden, dat hebben we dus wel gedeeld. Dus hij had bijvoorbeeld een voertuig op naam. Die konden we dan in een ANPR-systeem zetten. Dat is een kentekensysteem waar allerlei camera's door heel het land heen hangen. En die ook een hit kan genereren op het moment dat die auto er dan vervolgens doorheen rijdt. Die verdachte die was dus gevlucht in zijn auto. Die auto die geeft een hit in de ANPR. Uiteindelijk wordt hij dan niet in die auto aangetroffen. Maar vinden wel in andere systemen dat hij ook panden op naam heeft bijvoorbeeld. Of een bedrijf op naam. En met die informatie heeft het arrestatieteam dus een inval gedaan. En die houdt vervolgens de verdachte op een van die plekken aan. Ja, dat zijn wel erg leuke meldingen om mee bezig te zijn. Ja, tof. En op het moment dat zo'n melding binnenkomt, dan ga je er natuurlijk mee aan de slag. Nee, dat is voor jou dan het startpunt. Nu gaan we rechercheren, gaan we erin duiken. Tot wanneer ben jij er dan bij betrokken? Dat verschilt een beetje per melding. We houden vaak wel een beetje de wat kleinere melding 0 tot 5 à 10 minuten aan voor een melding. Maar mocht het echt een grote incident zijn, dan houden we een beetje het gouden uur aan. Dus het eerste uur zijn we dan echt wel bij betrokken. Het verschilt ook bijvoorbeeld, denk aan een EMC-incident. Er worden er echt een aantal collega's, echt 3 of 4 collega's, echt vrijgemaakt voor die melding. Om maar zoveel mogelijk informatie naar boven te krijgen. Dus het hangt een beetje van het incident af. Maar in principe is het een heel ad hoc proces. En dan ga je wel vrij snel van de een naar de andere melding. Ja. En als dan mede dankzij jouw informatie het AT de verdachte uit een pand trekt,
Gaat dan bij jullie ook de high fives over tafel? Ja, 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 zeker. Ja, ja? Ja, 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 dat mag. Dat wordt wel even gevierd. Ja. Wordt wel gevierd, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Wat we bij grote incidenten tegenwoordig heel vaak zien, en daar zijn we ook heel veel verschillende politieonderdelen zijn daar ook heel erg mee bezig om dat juist een beetje tegen te gaan, is dat er allerlei spookverhalen via social media, er wordt getwitterd, maar ook binnen de politie gaan soms in, hoe zeg je dat, onderlinge communicatie-apps, gaat er al informatie, maar gaat dan niet volgens de juiste stromen. En dan wordt het dus heel moeilijk van elkaar te onderscheiden welke informatie is echt geverifieerd, ja, en wat is meer sensatie of ongefundeerde info. Is dat voor jullie lastig? Ja, je kan het heel goed begrijpen dat iedereen ook bij een incident snel zijn informatie wil hebben en het liefst ook zelf op bijvoorbeeld een diensttelefoon even wil checken van oké, wat hebben we op het adres en wat hebben we daar, nou ja, wat kunnen we daar verwachten? Waar wij inderdaad wel echt verschil kunnen maken, denk ik, als RTC, is dat we echt wel die geverifieerde informatie geven. Dus heeft bijvoorbeeld iemand in onderzoek een bepaalde rol, klopt die rol wel? Dus er zijn wel een aantal dingen die uitgelopen worden voordat de informatie ook echt daadwerkelijk de straat op gaat. Ja. Ja, dus dan ben je, soms lijkt het alsof je dan misschien iets langer op informatie moet wachten, maar dan heb je wel de goede informatie, als zoveel mogelijk de goede informatie. Ja. En ja, daar staan we wel voor als RTC ook, om de goede informatie te geven. Je wil voorkomen dat het inderdaad allemaal speculatiewerk wordt. Ja, interessant man. Ik denk dat het tijd wordt om eens een kijkje te gaan nemen bij jou op de afdeling. Nou, helemaal goed. Kom verder zou ik zeggen. In het veld. Kijk, we staan op de meldkamer. Vandaar dat we hier ook niet al te hard mogen praten. Hè? Dat klopt. Ja. Vinden mensen het vervelend als wij hier staan om op te nemen? Nou ja, ja, zoals je ziet is wel lekker een rumoerige omgeving. Maar nee, op het moment dat we het zo rustig zo in gesprek zijn, dan gaan niet veel mensen er last van hebben. Nee. En je zei het net in de podcast ook al eventjes, dit is de gemeenschappelijke meldkamer. Ja. Wat voor disciplines kunnen we hier allemaal vinden? Want waarschijnlijk een beetje vaag op de achtergrond zie je wat politieuniformen, maar wat zit er nog meer? Ja, nou ja, we hebben hier onder andere de ambulance dienst zitten en ons van het ETC en dan het operationeel centrum en de brandweer, die zitten hier ook. Ja. En het is ook wel lekker dat we allemaal op dezelfde verdieping ook zitten. Dus dan heb je ook wat korte lijntjes als er een groot multidisciplinair incident is. Loop je makkelijk om elkaar aan om even wat informatie uit te wisselen. Ja. Zou nou een collega van het RTC ook op het OC of andersom kunnen werken, zeg maar? Kan je dat een beetje uitwisselen met elkaar? Ja, je zou zeggen dat wel zou lukken, maar het is echt wel een hele andere tak van sport. Het ETC is echt wel heel erg het zoeken van informatie en het linken leggen in bepaalde systemen. En het operationeel centrum is echt van de aansturing. Dus die hebben weer overview over wat voor eenheden er aanrijdend zijn. Daar heeft Mark ook wel een stukje ook over in de podcast ook in het verleden ook over verteld. Ja. Het is echt wel een andere tak van sport. Ja. Nou, je hebt niet gelogen ook over het uitzicht, want het is ook fantastisch weer vandaag. Ja. Maar hoe is het nou om de hele dag toch wel binnen te zitten? Hè? En ik wil het echt niet afdoen, want je hebt een fantastische baan. Maar je bent wel echt hier in deze ruimte altijd. Ja, dat klopt. Ja, je zou zeggen dat misschien een obstakel zou zijn, maar het is juist door die reuring. En je bent overal wel echt, je zit midden in het epicentrum van Rotterdam als het gaat om de meldingen die binnenkomen. Ja. Dus het verveelt hier nooit. En alle reuring, dat krijg je allemaal wel mee. Ja. Dus het verveelt hier geen moment. Je had het net in het studiogesprek ook even over de grote incidenten. Hè? Als we met z'n allen hier, iedereen gaat samenwerken. Hoe merk je dat dan hier? Zouden wij het nu al op de achtergrond ook een beetje kunnen horen als er echt een groot incident gaande is bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld bij een schietincident komen er ook wel meldingen bij de verschillende disciplines binnen. Dus dan heb je bijvoorbeeld iemand bij de ambu die belt dat er iemand gewond is. Bij de politie komt iemand die ziet een verdachte wegrennen. Dus ja, dan is het ook wel goed dat de informatie ook gebundeld wordt tot één punt. En daar hebben we ook weer verschillende OVD-stelsels hier zitten die ook alles bij elkaar brengt. Ja, dat zijn de leidinggevenden, zeg maar. Die coördineren. Ja, ja, en zorgen dat alle neuzen ook dezelfde kant op staan in de melding. Ja. Jij komt hier dan binnen, 's ochtends of 's middags, en in ieder geval aan het begin van je dienst. En dan? Hoe gaat het er dan hier aan toe? Nou ja, we beginnen eerst met een briefing. Dan los je de nachtdienst of net de ploeg die dan gaat stoppen met werken, die los je dan af. En dan is het eigenlijk, begint het werk al gelijk. Dus de meldingen die blijven doorlopen, mensen die blijven 112 bellen. Je wordt geleefd door de meldingen. Dus ja, dat gaat gewoon gelijk van kieten van ga je van start. We horen vaak de collega's, herken ik zelf ook heel erg, het hebben over tikwerk. Alle administratieve dingen die bij jouw werk komen kijken. Heb jij dat ook? Neem je soms bijvoorbeeld ook het werk van gisteren weer mee in de dienst van vandaag? Of is het zo, als je klaar bent, ben je ook klaar? Ja, op straat heb je inderdaad, als je een zaak hebt, dan moet je dat in BVA moet je dat nog gaan verwerken. Dan heb je nog allemaal naslagwerken wat je moet doen. Dat is het voordeel wel hier, dat je als je eenmaal klaar bent met werken, dan stop je dienst ook. En de incidenten die doen de collega's op straat afhandelen. En wij hebben er eigenlijk weinig meer mee van doen achteraf. Wat zijn nou, natuurlijk hoop je nooit op incidenten, maar aan de andere kant, het is wel jouw werk.
Wat zijn nou meldingen of situaties waarvan je denkt, ja, hiervoor werk ik bij het RTC? Ja, nou, toevallig hadden we vanochtend nog een schietincident, waarbij dan een auto weg is gereden en een kenteken bekend is. Nou ja, wat in de podcast waar jullie op bureau ook al over hadden, is dat we beschikking hebben over het ANPR-systeem. Nou, dat voertuig ging in de ANPR, gaf een hit en vervolgens wordt hij verdacht aangehouden. Dus het is eigenlijk, ja, het is een heel eenvoudig middel, maar je hebt wel heel veel plezier ook van de middelen die je in kan zetten. Zo. Ja, top. Ik denk dat we even bij jouw werkplek gaan kijken. Ja, kom verder. Top. Mocht je nou op YouTube kijken naar deze podcast, dan zie je achter Rick allemaal geblurde schermen. Want we kunnen natuurlijk niks laten zien van wat er nou precies gebeurt. Maar we staan nu wel bij jouw werkplek, hè? Ja, klopt. Where the magic happens. Ja, hier gebeurt het. Ja. Nee, we zitten, als RTC zitten we hier, hebben een mooi hoekje waar we allemaal kunnen zitten. En vlak achter waar jij nu staat, zit ook de regie van het operationeel centrum. Dus het is ook heel makkelijk om die korte lijntjes ook te hebben, dat we ook snel de informatie even over de schutting kunnen gooien bij een spoedeisende melding. Ja, verroepen. Ja, precies. Ja. Hey, je hebt drie schermen, waarvan in het midden een hele grote brede. Kan je iets vertellen over wat er ongeveer op gebeurt? Wat voor applicaties je ongeveer open hebt staan? Ja, we hebben bijvoorbeeld de camerabeelden, de cameratoezicht. Die kijkt ook in de stad alle camera's uit. Die kunnen we ook meekijken. Die luisteren ook mee over de portofoon. Dus als er een camerabeeld is bij een incident, kunnen ze die beelden ook gelijk bijzetten. En voor de rest hebben we dat hele scala aan politiesystemen waar we het over hebben gehad, dat hebben we ook openstaan. Dus inderdaad een Kamer van Koophandelregister of gewoon de politieregisters die we kunnen bevragen. Ja. Daar staan onze schermen allemaal mee gevuld. Ja, en ook bijvoorbeeld nu.nl of Twitter of weet ik veel wat, kan dat ook? Ja, ja. Gewoon de open bronnen, zeg maar? Ja, ook daar is ook gigantisch veel informatie ook nog te vinden. En wordt ook, ook met vermissing bijvoorbeeld kunnen we social media ook uitlopen. Ja. Daar kunnen we ook zeker, maken we ook zeker gebruik van. Ja, precies. Komt het dan ook wel eens voor dat je gefrustreerd bent of aan het vloeken bent of dat het tegen zit? Heb je wel eens zware dagen, zeg maar? Nou ja, soms als er dan informatie beschikbaar is en je kan dan net niet, bijvoorbeeld wordt een naam fonetisch genoemd in een melding, dus dat de naam niet helemaal goed uitgesproken wordt of dat het op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt, en je wil daar een zoekslag op maken, ja, dan is dat soms wel eens lastig om daar de goede naam bij te vinden. En als dat dan niet lukt, ja, je wil toch de boel vangen, dus de goede informatie vinden. En het is wel eens vervelend als dat niet helemaal lukt. Nee, precies. Dat jagen wat we kennen op straat, dat heb je hier natuurlijk ook. Je wil gewoon grijpen die lui. Precies. Ja, mooi. Hey, er zijn ongetwijfeld mensen die misschien wel willen solliciteren en hier naar kijken. Heb je nog iets voor hun te vertellen of iets mee te geven? Nou ja, mochten mensen willen solliciteren bij ons, houden we vooral de site van Kom bij de Politie in de gaten. Daar staan alle vacatures op en we zijn altijd op zoek naar mensen. Dus hou vooral de site in de gaten, zou ik dan zeggen. Ja, top. Gaan wij terug naar de studio. Helemaal goed. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boeiend. Rick, hartstikke bedankt dat jij hier jouw verhaal namens het RTC wilde doen. En super tof dat we bij jullie op de afdeling even mochten kijken. En je hebt niet gelogen, jullie zitten er inderdaad heel mooi bij. Daar op de 21ste was 21ste, het, ja, klopt. Ja. Mooi. Hey, ja, dat doen we eigenlijk in elke podcast. Heb jij nog een slotwoord voor ons? Nou ja, allereerst echt super bedankt dat we je aan mochten sluiten bij de podcast. We zijn ook heel erg afhankelijk van de informatie die ook collega's op straat ook in het systeem zetten. Dus inderdaad wordt de persoon goed gekoppeld in BVH bijvoorbeeld, waar alle meldingen in geregistreerd worden. Wordt het goed in de mutatie, in de toelichting wordt het gezet. Want uiteindelijk moet het wel met die informatie, dat is ook wel een grote put waar we onze informatie uithalen. Dus op het moment dat het daar goed in weggezet wordt, dan zijn we er ook heel blij mee en krijgen ze die informatie ook weer goed terug op straat uiteindelijk. Muteren kan je leren. Muteren kan je leren, ja. Ja, dat is een goeie, inderdaad. Dat is, ik denk ook dat een hele hoop collega's dat wel weten. Maar dat soms door de drukte van het werk het er wel eens bij inschiet. Ja, zeker waar. Top. Hey, hartstikke bedankt dat jij hier wilde zijn. Graag gedaan. En jij hartstikke bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de politiepodcast Boeiend. Wij verschijnen 1 keer in de 2 weken. Dus ik zie je over 2 weken in de volgende aflevering. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.